We hebben het nu even over Dick. Maar die zat gisteren nog bij Ranking the Star, zat hij toch, of niet? Ja. Het was fantastisch. Ja. Ranking the Star, Ranking Dickie, the Star, Dickie. Dick. Dat even was kijken, fantastisch. Jongens. Meen je niet? Ja. 10, 9, 8.500 euro. Zo. En jij? Zo, hè? Ik schrik er ook van wat zij nou zegt. Kijk maar. Nou, ik moet ook zeggen dat ik die blik wel herken, Annie. Dat zie ik ook vaak als ik mijn... Nou, als ik mijn wedstrijdanalyses geef, dan kijken ook de mensen naast de camera zeer verbaasd. Oh, ja? Zo. Als jij nu kijkt, Annie. En begrijpelijk. En kort op de bal en een tikje links en rechts en dolen. En fluitje. Ja, ik heb eigenlijk ook geen idee wat ik zeg. In dat programma zit ik eigenlijk. Hè? Ik schaam me kapot. Ik zou wel achter die desk, onder die desk willen kruipen, weet je dat? Nou ja, Dick, rustig blijven, gewoon rustig blijven zitten. Nou, ik sta hoor. Genoten of niet? Ja, tuurlijk. Nou, het was fantastisch. Ja, nee, maar ik heb vanavond om 7 uur zet ik de tv aan. Ik denk dat is Carlo Bossard. Word je een beetje moe van YouTube? Download dan de app van Veronica Insight.